Yo mensen, maar ik naar te kijken deze video. Vandaag speel ik Call of Duty Infinity Warfare aflevering 3. En ja, dus de campaign. En we moeten ontsnappen uit deze schip. Want ja, want er zit een gat in het schip. Want alles was opgeblazen. Oh, Captain Press, please. Oh, ik zat vast, hoor. Oh. Ah, oh, shit. Snel, snel. Als je nu nou op je bek gaat, hè. Nee, nee, help, please help, help. Oh, thanks, Pris. Je bent mijn held. Ja, en dan ging het schip. Oh, ja. Infinity Warp present. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Nou, dat is nice. Een trophy, make the jump. We volgen die auto, ik weet niet precies waarom. Ja, oh, dit weet ik nog wel. Ah, nee. Nee. En dan worden we in de auto gegooid. Zo, kan je nog chagrijniger kijken. Zo wordt gewoon doodgeschoten. We zien hem rennen dan. Lol. Want ook een ketting met een kogel. Een
Oh, ze hebben een bakje koffie. Ja, en ik zit hier vast. Oh, kunnen we ondertussen stiekem krantje lezen? En we zijn ook uitgetrapt. Nee, laat me please. Laat me gaan, natje, please. Daar is hij dan, de klootzak. Ja. En dat waren we, dan zijn we dood. Captain Price, Al-Assad just executed President Al-Falani on national television. The Americans have plans for Al-Assad, and it's too late to do anything for Al-Falani. But in less than 3 hours, codename Nikolai will be executed. Nikolai, sir. Nikolai is our informant in the ultra-nationalist camp. He supplied the intel on the cargo ship operation. Nikolai's in hell right now. We're gonna walk him out. We take care of our friends. Let's move. The loyalists are expecting us half a click to the north. Move out. Maar mensen, vonden jullie deze aflevering leuk? Zie ik jullie de volgende keer. Bij aflevering 4. Als ik goed zeg, dan zeg ik nog maar één ding. Dat is houdoe.